Hallo, ik ben Roderick. Roderick de Ruiter. Met u, lange ei. Ik ben een achterkleinzoon van de hagelslag en de gestampte muisjes. En omdat onze overgrootvader zo goed op de muisjes gelet heeft, kan ik tegenwoordig met paarden bezig zijn. Ik ben manege-eigenaar. Nou was dat eigenlijk niet mijn hooi hoor, paarden. Dat kwam meer van ons truus. Ja, ons truus, daar ben ik mee getrouwd. 20 jaar hartstikke gelukkig. En toen kwamen we elkaar tegen. Corrie, en ik ga niet zonder alcohol, ik moet nog rijden. Maar goed, met ons truus, het was liefde op het eerste gezicht. Want ze heeft een heel lief gezichtje. Alleen de karakter zal af en toe wel eens een zak overheen wil trekken. Dank je wel. Ah, maar goed, ik zag ons truus, ik was verliefd op haar. Zij ook op men. Op ons familiekapitaal eigenlijk. En ons truus die was slim, hè? Die gaf precies zoveel uit dat ik me geen andere vrouw kon voorloven. Uiteindelijk zijn we getrouwd. En dat is het stomste wat ik ooit heb kunnen doen. Want het is namelijk wetenschappelijk bewezen dat 100% van alle echtscheidingen begint met een huwelijk. Ja, ons truus is hartstikke lief. Maar verwend. En ze is ook gewend om altijd alles te krijgen wat ze wil. Hè? Als bij ons op de manege iemand een nieuwe trailer heeft, moet zij ook een nieuwe trailer. Heeft haar zus een nieuwe jas, moet zij ook een nieuwe jas. Nou kom ik les thuis. Ik zeg, schat, heb je gehoord dat de buurvrouw chlamydia heeft? Oh, zussen, dat wil ik ook. Ik zeg, lieve truus, ik zeg, chlamydia is een SOA. Een seksueel overdraagbare SOA. Mak meneer, zussen, ik moet het ook hebben. Ik zeg, nou, ik heb gehoord dat het van onze stalknecht heet. Oh, zussen, dan laat maar. Dan heb ik het waarschijnlijk al. Nou, was de les ook een nieuwe rijbroek hebben. Dus ik naar de winkel, een rijbroek voor haar gekocht. Die verkoopster die zegt, moet ik het prijskaartje eraf halen? Ik zeg, nee, het is een cadeautje, zet er maar een nulletje bij. Dus ik kom thuis, ons truus trekt die broek aan. Die zegt tegen me, kijk eens of ik geen dikke kont krijg van die broek. Ik zeg, nou, dat ligt niet aan die broek. Maar van ons truus, van kleins af aan, al dol op paarden, hè? En toen ook altijd al zeuren om de gezin te krijgen. Die ging naar de kapper en die zeurde net zo lang tot ze met de pony thuis kwam. En bij de slager, die heeft in de jeugd een heel paard in elkaar geknutseld van bij elkaar geschooide plakjes rookvlees. Het was met haar paardenliefde zelfs zo erg, die was blij als een nachtmerrie had. Nou, ik moet even kijken, want deze heb ik niet geoefend. Maar tot haar 20ste heeft ze dus om een paard gezeurd. En daarna is ze met deze ijs onder huis gegaan. Dus wij getrouwd. En toen wilden ze ook met alle geweld een paard. Ik had er eigenlijk helemaal geen zin in. Dus toen hebben we een compromis gevonden. Een Shetland pony. En ik ben dan wel zo. Ik vind, als je aan een dier begint, dan moet het afmaken ook. Maar wij al zei, als ons truus iets in de kop heeft, dan krijg je het er niet meer uit. Hè? Dus die had bedacht dat ze een luxe manege wilde beginnen. Voor de crème de la crème van Gijssel. En dat moest dan gaan heten Paardenclub Het Vergulde Zweepje. Maar ja, een manege beginnen met een Shetland pony, dat werkt niet. Dus wij hadden meer paarden nodig. Ik met onze zoon naar de paardenmarkt. Ik kom daar. Bekijk daar zo eens een paar paarden. Laat mijn handen zo eens over de borst van dat paard gaan. Over de benen. Over de romp.
Dus die kleine van ons, die kijkt me aan. Die zegt, pap, wat doe je nou? Ik zeg, nou, ik keur dat paard een beetje om te kijken of het wel in goede conditie is en of het een gezond paard is, voordat ik het koop. Hij kijkt me aan. Hij zegt, pap, dan ben ik toch bang dat een buurman ons man wil kopen. Maar goed, uiteindelijk daar toch een paar mooie paarden gezien. Dus ik zeg tegen die handelaar, ik zeg, dat grote paard, wat moet dat kosten? 3000 euro, meneer. Ik zeg, dat vind ik toch wel een beetje veel geld. En dat kalenderpaardje, wat moet dat kosten? 5000 euro, meneer. Ik zeg, en zo'n heel klein Shetlanderke dan? Zit hij, ja, maar dat is een prijspoenieken, hè? Dat kost 10.000. Dus ik sta vast te denken. Ik zeg, wat kost het eigenlijk als ik helemaal geen paard koop? Maar goed, uiteindelijk ik het toch geslaagd. Ja, dat duurt even, hè, maar rustig aan. Uiteindelijk toch geslaagd, paard gekocht. Wij komen hier bij de Virkes aan. Ik zeg tegen Mark, ik zeg, Mark, doe ons iets te drinken, we hebben wat te vieren. We hebben te vieren dan, zei Mark. Ik zeg, nou, ik heb eindelijk een paard voor mijn vrouw kunnen vennen. Verrekt een bofkont, zei Mark. Ik raak ons Daniel nog niet kwijt als ik er geld bijgeef. Maar goed, 2 weken later zat ik weer bij de Virkes. En zei Mark, hoe is het met het paard dat je gekocht hebt? Ik zeg, jongen, hou of schij uit. Grote miskoop. Hoezo zit hij? Wat is er mis mee? Ik zeg, nou, het vreet als een verreke. Het zet als een koei. Maar erop rijden, ho maar. Och, zei Christje van de Kloren die er neffen zat. Dat paard gekocht in Den Haag dan. Ik zeg, ja, hoe weet jij dat? Nou, ziet, daar komt toch Chantal ook vandaan. Maar goed, wij hadden dus op een gegeven moment voldoende paarden en onze manege kon geopend. Dus ik heb Martin Hoelemans gebeld, ook een advertentie opgegeven voor in de Gijsselse. En op de openingsdag 2 stellen volledig in het leer voor de deur. Die komen binnen, die vrouwen meteen. Zo, waar zijn de hengsten? En ik had nog niks in de gaten, hè? Maar op een gegeven moment kwamen ze vragen. Hebben jullie ook handboeien? Dus ik denk, toch eens even kijken. Ik sla de Gijsselse open, kijk naar die advertentie. Was die koek was de D vergeten in paardenclub? Ja, denk maar even rustig nou. Een paar dagen later, we waren net open. Adjudant Jurgen Verras op de stoep. Hij zei, ik wil een pert huren voor Prins Frans. Ik zeg, hoe lang wil je het hebben? Zit hij, nou, dan doe maar het langste weg, hè? Dan kunnen we heel de Raad van 11 op. Maar zit hij, is het een Belgische knol of een Fries? Ik zeg, ja, we hebben nog even een plan, erop rijden of willen we mee praten? En zo krijgen we meer van die domme vragen, hè? Domme vragen. Les ook weer eentje. Kan dat pert hoger springen dan die een hindernis? Ik zeg, ja, natuurlijk. Die een hindernis, die kan niet springen. Of, wat is het gevaarlijkste onderdeel van een paard? Ja, dat is niet zo moeilijk. Dat is de Amazone die er bovenop zit. Nou, een dag later komt Koen Swinkels bij ons terug. Die komt de pert terugbrengen. Hij zegt, dat verrekte pert, hè, wat wij gehuurd hebben. Daar heeft mijn schoonmoeder gebeten. Ik zeg, oh, sorry. Ik zeg, hoe kan ik het goed maken? Goed maken, zegt Koen. Ik wil het volgende week weer huren. En Stefke Habraken, die was ook mee geweest met de pechterijen. Dus die komt op een gegeven moment bij ons mee zijn Hanneke. Hij zegt, ons Hanneke, die wil graag op rijles. Alleen, die heeft nogal een traumatische eerste ervaring gehad met een pecht. De eerste keer dat ze van de zomer op een pecht ging zitten, dat ging helemaal fout. Hij zegt, ze gaat op de pecht zitten, de pecht begint te bewegen. En ons Hanneke die schuift zo langzaam zeker uit haar zadel. Dus die grept die nek van de pecht vast. Die hangt zo half aan de pert, glijdt steeds verder naar beneden, blijft met haar voet in de stijgbeugel hangen, met haar kop maar zo 2-3 keer op de grond. Ik zeg, en hoe is dat afgelopen dan? Ik zeg, nou, we hebben haar uiteindelijk los kunnen krijgen toen de exploitant hem de draaimolen stilzette. Maar hun Hanneke dus bij ons op rijles. Die komt binnen.
klimt op dat paard. Ik zeg, je zit verkeerd om in het zadel. Daar weet jij niks van, zuster. Je weet helemaal niet welke kant ik in wil. Maar mee begon ze te zeuren ook, hè. Nonde, je zuster, dat een beest bij mijn hooi gevoerd wordt, zo hard kan zitten. Nou. Een paar weken later komt Stef kijken. Die zegt, hoe gaat het met ons Han? Ik zeg, ze rijdt als de bliksem. Oh, zit die gasten zo hard? Ik zeg, nee, maar het gebeurt regelmatig dat ze een boom raakt. En toen was ze uiteindelijk zover dat ze voorzichtig mocht gaan springen. Dus de eerste keer rijles mee springen. Ze komt terug, ze zegt, dat is helemaal niks. Dat pert is veel te beleefd. Ik zeg, een pert beleefd? Hoe dat? Nou, ze is iedere keer als wij bij een hindernis komen, dan laat hij men voor gaan. Nou, op een gegeven moment had ze dan toch voorzichtig, kon ze een paar hindernissen over. Dus ze komt op een gegeven moment terug in de kantine, helemaal krom. Ze zegt, Roderick, ik kom niet meer overeind. Wat kan ik daaraan doen? Ik zeg, nou, je zult eens kunnen proberen om het bovenste knopje van uw rijjasje uit uw broeksknoopgat te halen. Maar wij doen op onze manege veel meer dan alleen maar rijlessen. Wij doen ook excursies. Zoals les die kleine van Geert Denissen bij ons, middenklasje. Dus ik leg uit hoe veulentjes geboren worden. Dan komen we eerst de voorpootjes. Dan komt het kopje. Dan het lijfje. Dan de achterpootjes. En het stertje. Ze kijkt me aan. En wie puzzelt er dan allemaal in elkaar, hè? Ik zeg, maar zo'n veulentje, zou je er zelf niet eentje willen, een leuk pertje? Ze zegt, ja, maar als mam die wil absoluut geen beesten in huis. Ik zeg aan jullie, pap, ja, nou, die mag dan nog net blijven van haar. En zo komen er ook veel mensen bij ons een buitenrit maken. Zo ook Joske Hoefnagels, prins van de deurdraaiers. Die had een lange buitenrit gemaakt, die komt terug. Die zegt, zo! En nou wil ik eerst iets ijskouds met veel alcohol erin. Ik zeg, nou, loop me meteen door naar het terras. Dan zit je Angelie. Angelie. Graag gedaan. En Ruud en Mieke van de Ven. Ook bij ons in de manege. We waren les samen op één pert weg geweest. Dus die komen, Mieke komt terug bij ons op de manege. Ik ga naar buiten. Ik zeg, Mieke, je Ruud die heeft net een kwartier geleden gebeld dat je ongeveer ter hoogte van het stokje van de pert afgelazerd is. Oh, gelukkig, zei Mieke. Het was zo stil, ik was even bang dat ik doof geworden was. Maar goed, Ruud natuurlijk niet vrolijk. Dus die wou niet meer met Mieke samen rijden. Dus Mieke die zegt, waarom ga ik dan niet gewoon een keer gezellig samen met Hans Jansen rijden? Dus Ruud die zegt, Mieke, luister eens. Zou jij willen gaan rijden met iemand die heel de avond, heel de rit, zit te zeiken op het materiaal en op het pert. Die alleen maar zijn eigen mening vertelt en helemaal niet naar jou luistert. En die loopt te vloeken en te schelden als het een keer verkeerd gaat, terwijl het zijn eigen schuld is. Nee, dat neem ik het dus ook niet doen. Nou, exact zin, Ruud. Dat wil Hans Jansen ook niet. En les waren Mark Rijnen en Woutje Huipen ook met z'n tweeën wezen rijden. Die waren door de Pierenberg onderwegen. Komen ze op een gegeven moment, rijden ze door de Pierenberg. En Mark zegt, hé, Wout, moet daar eens kijken. Dus Woutje kijkt, zo 10 meter van het pad ongeveer, achter een bosje. Zit een vrouwke op de hurken. Dus Woutje zegt, hé, die zit hier gewoon te kakken. Ja, zegt Mark, zullen we wedden dat ze daar de kont niet afweest? Dus Woutje zegt, ja, hoezo dat? Wedden ze, Mark, om een kratje speciaal bier? Ja, dat is goed, zegt Wout. En Mark meteen, hé, wat zit ik aan dat te doen? Nou goed, hun rijden verder, zo op Terpaan. Stappen bij Epie af om wat te drinken. Willen verder, daar pert van Mark geen beweging in te krijgen. Die weigerde alle dienst. Dus Mark sjorren en sleuren aan de pert. Niks in de beweging. Wacht maar zijn epi, daar weet ik wel iets op. Dus hij terug naar binnen.
een grote pot met pittige mosterd gehaald. Die vat een flinke klodder mosterd, doet de staart van de pert omhoog en klats! En mee de pert ertussen wat, hè? Dus Mark, die kijkt de pert na. Die kijkt Evie aan. Die zegt, nou, dan doe men die pot mosterd ook maar, want zo haal ik hem nooit meer in. Dus Mark komt terug bij ons op de manege. Zegt, sorry, ik ben een pert kwijtgeraakt. Zal ik dan maar een advertentie in mijn Gestelnieuws zetten? Ik zeg, ja, daar hebben we niks aan. De perten kan toch niet lezen. Uiteindelijk hebben we hem teruggevonden. Maar wel geblesseerd, hè. Wat denkt u? Zweepslag. En dat komt nog maar regelmatig voor. Dat zo'n paard ziek of geblesseerd is. En dan moet er de veearts bij komen en dat kost een bult geld. Dus ons truus, zonnige pin dat ze is, die zegt, ik kijk zelf wel even. Dus we hadden een pert, ziek. En ons truus zegt tegen mij, ga aan de voorkant staan en dan doe de mond open en dan kijkt ze erin. Dan ga ik erachter staan, dan doe ik zijn staart omhoog. Dus ze, zie jij mij nou? Ik zeg, nee. Dacht ik al, zissen, darmverstopping. Ja, en dat is ernstig, hè, darmverstopping. Want de darmen van een paard zijn heel bijzonder, hè. Wist u bijvoorbeeld dat als je de darmen van een paard in één rechte lijn legt, dat dat paard hartstikke dood gaat? Maar goed, zonder gekheid, een darmverstopping is hartstikke ernstig, zegt ons truus. Weet jij hoe vaak een paard overlijdt aan een darmverstopping? Ik zeg, nou, ik heb er niet zo heel veel verstand van. Maar ik denk maar één keer. Nou, uiteindelijk toch Hans Vergils nog even laten komen. Dus die komt met zijn tasje bij ons aan. Gaat de stal in. Komt hij terug. Roderick, heb je even een schroevendraaier? Ik heb een schroevendraaier meegegeven. 5 minuten later is hij weer terug. Heb je toch wel ook een nijptang? Nog even later komt hij om een hamer en een beitel vragen. Ik zeg, Hans, is er toch allemaal met mijn pert aan de hand? Oh, dat weet ik nog niet zitten. Je krijgt mijn tas niet open. Maar goed, uiteindelijk had hij dan toch zijn tas open, diagnose gesteld en jawel hoor, verstopt een darm. Ik zeg, denk je dat ik hem zelf kunt vinden of moet ik helpen zoeken? Nee, zit hij, dat valt op te lossen met een pilletje. Hij zegt, maar je moet zeker weten dat hij dat pilletje inneemt. Dus dan kunnen we het beste een kokertje vatten. Dan doe je dat in de mond van het paard, leg het pilletje erin en dan een keer goed blazen. Dus ons truus een half uur later, Hans teruggebeld. Zegt Hans, ik weet niet wat ik nou moet doen, maar dat paard dat blies eerst. Nou, ik zal jullie vertellen, het was geen oud jaar, ik had toch een spetterend uiteinde. Maar goed, toen kon ik dus een paar dagen niet rijden. En heb ik zo eens op het gemak bij ons over de paardenclub rondgelopen. En toen zag ik op een gegeven moment in de stal een pert staan waar hartstikke scheel keek. Dus ik heb Hans weer gebeld. Ik zeg, Hans, kom eens kijken. Die komt. Ik zeg, oh, dat is heel simpel op te lossen, zit hij. Had maar eens een PVC-pepje van ongeveer een meter. Dus ik er naar binnen. Pepje gehaald. Nou, zegt Hans, dan zal ik het met rechteroog voordoen. Je steekt dat pepje in de anus van het paard. Wist je naar links voor het rechteroog. En dan blazen een keer. En dan komt hij recht. Dus hij blaast. En inderdaad, rechteroog, kaarsrecht. Zit, nou ga even het andere oog. Wist je naar links. Dus ik vat dat pepje eruit. Draai hem om. Wil blazen. Zegt hij, wat doe jij nou? Ik zeg, ja, wat denk jij? Dat is hartstikke smerig. Dan heb je mijn mond van gezeten. Nou goed. Ik heb er toch een beetje een vreemde smaak van overgehouden. Dus ik ga mijn mond maar eens even lekker spoelen met een pilsje dadelijk. Maar niet voordat ik jullie nog één laatste advies meegegeven heb. Klimt gerust geregeld op een pert, maar zorg dat je eigenlijk niet overheen laat tillen. Dank u wel. Hey, Michael de Ruiter. Hey, jongen. Ja, leuk hè? Dat ging lekker. Ja. Alleen die tandjes is al lastig, maar verder goed. Volg ik jou weer? Ja, zeker. Ja, ideeën genoeg. Yeah.